In dit filmpje ga ik jullie leren om een vlecht te maken met 3 plukken. Begin met al het haar te verdelen in 3 plukken. Links, midden en rechts. Breng de rechte pluk over de middelste. Breng dan de linker pluk over de middelste. Breng opnieuw de rechte pluk over de middelste. En de linker pluk over de middelste. Dit blijf je herhalen tot je aan het einde van het haar bent gekomen. Elke keer breng je dus rechts over het midden en dan links over het midden. Als je aan het einde van het haar bent gekomen, maak je de vlecht af door een elastiekje omheen te doen. Deel jouw foto's op Instagram met de hashtag MVLHaar en volg mijn account